die zit. Zo, het publiek eventjes gehoorbeschadiging gegeven. Wat is dit? Dit is een vlinderhuisje. En hoe werkt dat dan met vlinderhuisjes? Die, kunnen ze erin? Hier doe je wat takjes in en die vlinders die kunnen hier overwinteren, zeg maar. Of s'nachts, hoe heet het? Als vlinder? Ja. Niet als rups, maar als vlinder. Er komt een dakje op nog zo, zeg maar. Nou, dit zijn twee vlinderhuisjes met verschillende maten, zeg maar. Met een takje ervoor. Dit is een open. Dit is een open. Draai maar. Ook een draaier. Dit is een open, dus voor een grauwe vliegenvanger bijvoorbeeld. Die wil liever in een open kastje nestelen. Een grauwe vliegenvanger? Bijvoorbeeld, ja, dat is een bepaalde vogel. Ja, en hier hebben we nog een ja, dat is voor insectenhotel. Insectenhotel, zeg maar, met alle stukjes bamboe erin. Dus daar kunnen ze ook lekker in kruipen straks. Dus, en er waren ook nog wat veren, ja, of tenminste schapenwol, hè? Hadden we ook verzameld. Die doen we nog gewoon bij een bak aan een. Ja, maar kan ik hier ook nog een dingetje maken voor die wol, hoor. Het mooiste zijn met kippengaas. Echt schapenwol, afkomstig van de kinderboerderij in Lunetten. Ja. Daar kunnen die vogels een plukje uithalen om een nest te maken.